Zo. Nou. Mooi, Hein. Ja. En met deze handtekening van de wethouder en WoonFriesland is het officieel. Leeuwarden krijgt er de komende 10 jaar 800 sociale huurwoningen bij. En met de huidige woningnood is dat een belangrijke stap. Veel mensen hebben moeite om een nieuwe woning te vinden. Ook sociale huurwoningen. En we hebben nu voor het eerst sinds tijden dat we weer fors toevoegen aan sociale huurwoningen. Ook in Leeuwarden, ook in Middelzee, in nieuwbouwwijken zoals we hier staan. En daar ben ik heel blij mee. Moet ook echt. Maar is dat geen druppel op een gloeiende plaat? Nou, 800 is echt heel veel. 800 extra sociale huurwoningen van WoonFriesland. Dus dat is een van de twee grote verhuurders, maar een hele belangrijke. Deze aantallen hebben we heel lang niet toegevoegd, dus dit is echt wel baanbrekend. WoonFriesland hoopt behalve de woningnood ook de wachttijd voor een sociale huurwoning in te korten. Die toevoeging van zoveel woningen, wat best wel uniek is ook, zal daaraan bijdragen. Het is natuurlijk wel zo in deze situatie op dit moment met Oekraïne. We weten niet exact wat de instroom vanuit Oekraïne en statushouders wordt. Maar in ieder geval is dit goed nieuws. Want we hebben op dit moment bewoners zitten zo'n jaar bijna te wachten op een sociale huurwoning gemiddeld. En de vraagdruk in de gemeente Leeuwarden is het grootste van heel Friesland. Dus daarom heel belangrijk deze toevoeging. De honderden nieuwe huizen worden verspreid over Leeuwarden gebouwd. In Middelzee, dus in de Nieuwbouwwijk, in de Zuidlanden, de Hem. In Nieuw-Oud-Oost, de plek waar het huidige Kampenstadion nog staat. Maar ook in het toekomstige Spoordokgebied. Heel spannend gebied waar we een nieuwe stad gaan maken met ook sociale huur. Want wij vinden die ongedeelde wijk, ongedeelde stad belangrijk. Dat betekent een goede mix van sociaal, midden en koop. En dat zijn we hier aan doen. Toch zal het nog even duren voordat de eerste bewoners hun sleutel krijgen. We gaan gewoon de komende tijd bouwen. Wat ik al zei, de Hem, Middelzee komt eraan. We moeten wel bestemmingsplannen maken, bouwvergunningen, bouwrijp maken. Dus er zit nog best wel wat werk in. Maar het begint met het maken van ambitieuze afspraken en die hebben we nu gemaakt.